Dag Hans, de coronapandemie geraakt maar moeilijk onder controle, zeker in Europa. Verscheidene landen zagen zich verplicht om nieuwe lockdownmaatregelen te nemen om een derde golf in te dijken. En intussen is er kritiek van de Wereldgezondheidsorganisatie op de traagheid van de vaccinatiecampagnes in Europa. Dat alles heeft ongetwijfeld een impact op de economische heropleving. Jullie bij de Groef Peterkam hebben net jullie verwachtingen voor het tweede trimester gepubliceerd. Blijven jullie positief gestemd over de evolutie van de wereldeconomie? Ja, al bij al wel. De situatie blijft natuurlijk moeilijk voor heel veel mensen, zolang die pandemie voortraast. Ja, kan je moeilijk verwachten dat het economische herstel echt tractie maakt, wereldwijd. Maar macro-economisch gezien zijn er toch een aantal redenen om aan te nemen dat het best wel oké zal zijn met dat economisch herstel dit jaar en ook volgend jaar. Ten eerste is het zo dat we denken dat er een versnelling zit aan te komen in die vaccinatiecampagne, wat meteen ook het perspectief opent, toch wel op een versoepeling van de maatregelen, zeg maar naar mei, juni toe, de zomer toe. Dan kan het echt wel beginnen met die versnelling in het economische herstel. Ten tweede is het ook zo dat we een zeer eigenaardige crisis hebben. Het is een exogene crisis, wat maakt toch dat de schok eerder van buitenaf kwam. Niet zo dat de privésector jarenlang zijn financiën terug op orde moet zetten. En je ziet dat vandaag bijvoorbeeld ook in de spaarbuffers die vele gezinnen hebben kunnen opbouwen, macro-economisch dan. En ten derde is het zo dat ook die budgettaire en monetaire steun ook niet onmiddellijk zal weggenomen worden. Die blijft en dat zorgt er toch voor dat economisch herstel alle kansen zal krijgen. We moeten natuurlijk wel een kanttekening maken en dat is een kanttekening waar het IMF en de OESO ook al eerder naar verwezen. En dat is het feit dat er toch veel divergentie zit in dat economisch herstel. Dat het economisch herstel dreigt zeer ongelijk te gebeuren. Een economisch herstel met verschillende snelheden. En dat is toch een belangrijk aandachtspunt voor de volgende jaren. Ja, die regionale verschillen, kunnen we die eens van nabij bekijken? Bijvoorbeeld de verschillen tussen Europa en de VS? Ja, dus als je het globaal bekijkt, is het duidelijk dat Amerika en China echt de voorlopers zijn. Zij nemen de rest van de wereld op sleeptouw, zou je kunnen zeggen. Of zijn in ieder geval veel verder gevorderd. En je zal daar zien bijvoorbeeld dat dit jaar de economische activiteit al het niveau van voor de coronacrisis zal evenaren en meer zelfs. Dat is bijvoorbeeld zeker niet het geval in Europa en Latijns-Amerika. Nu, om iets dieper in te zoomen op de verschillen tussen Amerika en Europa, ja, daar moet je eigenlijk eerst en vooral al kijken naar wat vorig jaar gebeurde. De economie in de eurozone kromp bijna met zo'n 7%. In Amerika was dat slechts 3,5%. En ook dit jaar ziet het er naar uit dat die Amerikaanse economie weer sneller zal groeien. We rekenen daar op een groeipercentage van 6,5 à 7%. In Europa toch weer minder, 3,5 à 4%. En ja, je ziet het in alle indicatoren bijna vandaag de dag. Amerika loopt voor in de vaccinatiecampagne. Gemiddeld genomen zijn er ook meer besmettingen in Europa vandaag de dag. En dan is er ook nog die budgettaire steun, die ook duidelijk hoger is in Amerika. Je zag vorige maand al dat werd beslist in het congres, dat die 1.900 miljard dollar werden goedgekeurd aan steunmaatregelen van Joe Biden. Nu legt hij een nieuw infrastructuurplan op tafel, 2.200 miljard dollar. Er komt ook nog een sociaal plan van zo'n 1.000 miljard dollar. Dat zal ook deze maand allicht nog worden aangekondigd. Nu, er is natuurlijk nog wel een verschil tussen die maatregelen aankondigen en ze effectief kunnen bewerkstelligen, effectief door het congres krijgen. Dat zal wel even duren, een tijd vragen, maar het staat toch in duidelijk contrast met wat we gezien hebben in Europa. Daar hadden we vorige zomer al wel de aankondiging van een 700 miljard euro aan herstelmaatregelen, globaal op Europees niveau. Maar ja, de uitbetaling laat op zich wachten en vorige week hadden we dan ook nog het Duitse gerechtshof, het Duitse constitutionele hof, beter gezegd, die toch wel even van naderbij wil onderzoeken de verschillende bezwaren die zijn intussen gelanceerd. Dus toch een duidelijk verschil tussen beide regio's. Intussen blijven er ook geruchten over een hogere inflatie op termijn. Wat is jullie visie daarop eigenlijk? Ja, op korte termijn zal die inflatie echt wel doorstijgen. Dat heeft alles te maken met die evolutie van de grondstoffenprijzen. Nu, dat is natuurlijk een tijdelijk fenomeen. Er is ook nog hier en daar een knoop in de voorraadketens. Ook dat zal voor een extra prijseffect zorgen. Maar als we het hebben over echte inflatie, dan hebben we het over duurzame inflatie. En dat is iets wat nog zal moeten blijken. Als het al ergens de kop op zal steken, dan is het in Amerika, waar toch die budgettaire steun fors hoger is. Niet zozeer in Europa, daar zie je bijvoorbeeld ook aan de recente loononderhandelingen dat die inflatie nog wel een tijdje laag zou blijven. Dus het is eerder een fenomeen wat zich in Amerika na verloop van tijd zou kunnen afspelen. Een risico op inflatie, hoe reageren de centrale banken daarop? Wat is jullie verwachting voor het monetaire beleid?
Ja, voorlopig weinig wijzigingen op dat vlak, in de zin dat we nog altijd een heel soepel monetair beleid verwachten voor de volgende jaren. Je ziet dat in Europa, je ziet dat in Amerika. In Amerika zal de Fed de rente niet optrekken voor de tweede jaarhelft van 2023. In Europa zal dat allicht niet voor 2025 gebeuren. Dus er is nog jaren van heel, heel lage rente. Een beetje monetaire verstrekking allicht in China, maar dat is ook niet echt heel significant. Als we dat alles samen bekijken, Hans, wat is dan de impact op de strategie voor de beleggingsportefeuilles? Alles bij elkaar genomen, en dat leggen we ook duidelijk uit in de research nota, in de begeleidende research nota, is het zo dat we nog altijd een belangrijke plaats toedichten voor aandelen. Zij blijven de hoeksteen van de portefeuille. Het is niet zo dat we all-in gaan, want we hebben ook de voorbije twee maanden gezien met die stijging van die Amerikaanse lange termijnrente, dat dat toch voor enige volatiliteit kan zorgen op die aandelenmarkt. Dus dat is ook de reden meteen waarom we onderwogen blijven naar obligaties toe, met een redelijk korte duratie, maar ze blijven deel uitmaken van de portefeuille. En als we het dan over die dollar hebben, dan hebben we daar recent ook nog een beetje onze positie opgeschroefd. Niet omdat we denken dat die dollar echt goedkoop gewaardeerd is. Eerder het tegendeel is waar, in lange termijn perspectief, maar de Verenigde Staten, en dan kom ik eigenlijk terug op het begin van het gesprek, de Verenigde Staten lopen toch voor op het economisch herstel in vergelijking met de rest van de wereld. Hans Bevers, bedankt voor de toelichting. Tot volgende maand. Dank u.